Oké, we beginnen woensdags met een boekenmarkt. Deze wordt georganiseerd door de bibliotheek. Mensen kunnen zelf komen hun oude boeken verkopen. En een gedeelte gaat dan naar het goede doel. Vervolgens zal echt de aftrap zijn om 4 uur. Dan beginnen de DJ's met uitzenden. En dan zal ook echt het radioprogramma beginnen. Aansluitend hebben wij een diner. Er wordt een 3-gangen diner. Mensen kunnen daar gezellig langskomen. Ondertussen spelen de DJ's, dus er is wat te kijken en te luisteren. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het goede doel. Aansluitend hebben wij om 9 uur begint de pubquiz. Je kan je daarvoor opgeven, 2 tot 4 personen. En na de pubquiz is er nog een gezellige afterparty. Dus we hopen dat het lekker druk wordt en dat er veel mensen op afkomen die natuurlijk ook doneren bij de DJ's en plaatjes aanvragen. Donderdagochtend beginnen wij met een netwerkborrel. We hebben een leuke spreker geregeld. Nou, verschillende netwerken zullen aanwezig zijn. Er worden broodjes lekker geserveerd. Wat mede mogelijk gemaakt door Oegema. Die zorgt daarvoor. Daarnaast hebben wij vervolgens een lunch. Een speciaal broodje. Mensen kunnen een lekker broodje bestellen. Kijken naar de top 2000. En ook daarvan gaat weer een gedeelte naar het goede doel. Aansluitend hebben wij 's middags een bingo. Deze wordt georganiseerd door de Vlierenfluiters. Ook daar kan er meegedaan worden. Leuke prijzen, boodschappen, maar ook een grote hoofdprijs. Dan 's avonds hebben wij een diner. Met aansluitend hebben we dan singer-songwriteravond. We hebben verschillende singer-songwriters. Dus voor alle soorten wat. Dan gaan wij vrijdags verder. Vrijdagochtend beginnen we met een ontbijt. Dat is al vanaf 7 uur. De DJ's beginnen dan ook alweer. Vervolgens hebben we een lunch. Met een vrijdagmiddagborrel erachteraan. Er wordt een grote schaal met bitterballen geveld. Ook dat gaat natuurlijk naar het goede doel. Aansluitend hebben we een pianist die lekker muziek gaat spelen. Met een zangeres erbij, voor onder het diner. Dan is er een 3-gangen diner, waar ook weer een gedeelte van naar het goede doel gaat. Aansluitend aan dat 3-gangen diner hebben wij 2 leuke bands. Een beetje top 40 muziek, grotere bands. Dus dan gaan we al een stapje meer gas geven. S'avonds is er ook een avondloop. Deze wordt georganiseerd door de Wandelvierdaagse. Dat begint hier bij de Bron en zal door de Edelstraat heen gaan, 5 kilometer, langs de brandweerkazerne met de repers erbij. Erg leuk om mee te doen. Voor slechts €5 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen. Ook natuurlijk weer voor het goede doel. Dan gaan we de zaterdag verder. 'S Ochtends is er weer een boekenmarkt, weer georganiseerd door de bibliotheek. 'S Middags vanaf 11 uur 's ochtends is er een kindermiddag, ochtend. Verschillende springkussens, popcorn, suikerspinnen, ijsjes, noem maar op. Swinkers. De hele rambam wordt uitgerukt, dus kom daar ook gezellig heen. Daarna hebben we weer een 3-gangen diner, weer hetzelfde principe. En aansluitend hebben we de slotavond. Deze is na de kerstmarkt. Dan is er nog eerst een vuurwerkshow en aansluitend aan de vuurwerkshow beginnen wij. En hebben we 3 grote bands, dat zal in een grote zaal plaatsvinden. En dan hebben we eerst Purple Mind, daarna Lazy Daisy. En aan het einde hebben we Johnny and the Rockets. Dus een heel programma.